Gemeente, wij lezen gedeeld uit Gods heilig woord. Uit 2 Kronieken 30 lezen wij de versen 1 tot en met 21. 2 Kronieken 30, vers 1 tot en met 21. En daar lezen wij Gods heilig woord als volgt. 2 Kronieken 30, te beginnen bij vers 1. Daarna zond Jehizkia tot het ganse Israël en Juda en schreef ook brieven tot Efraïm en Manasse dat zij zouden komen tot het huis des Heren te Jeruzalem om de Heren, de God van Israël, Pascha te houden. Want de koning had de raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem om het Pascha te houden in de tweede maand. Want ze hadden het niet kunnen houden te diezelfde tijd, omdat de priesteren zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem. Deze zaak was recht in de ogen van de koning en in de ogen van de hele gemeente. Zo stelden zij zulks dat men een stem door geheel Israël van Berseba tot Dan zou laten doorgaan, omdat ze zouden komen om het Pascha, de Heere, de God van Israël, te houden in Jeruzalem. Want ze hadden het in lang niet gehouden, gelijk het geschreven was. De lopers dan gingen heen met de brieven van de hand van de koning en van zijn vorsten, door geheel Israël en Juda, en naar het gebod van de koning, zeggende: gij kinderen Israëls, bekeert u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Zo zal hij zich keren tot de omkomenen die u lieden overgebleven zijn uit de hand der koningen van Assyrië. En zijt niet als uw vaders en als uw broeders die tegen de Heere, de God van hun vaderen, overtreden hebben, waarom hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, gelijk als gij ziet. Verhard nu uw lieder nek niet, gelijk uw vaderen. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, hetwelk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dien de Heere uw God, zo zal de hitte van zijn toren van u afkeren. Want als gij u bekeert tot de Heere, zullen uw broederen en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht van degene die hen gevangen hebben, zodat zij in dit land zullen terugkomen. Want de Heere uw God is genadig en barmhartig en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot hem bekeert. Zo gingen de lopers door van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe. Maar zij belachten hen en bespotten hen. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Aser en Manasse en van Zebulon en kwamen te Jeruzalem. Ook was de hand van God in Juda hun enerlei hartgevende, dat zij het gebod des konings en der vorsten deden naar het woord des Heren. En te Jeruzalem verzamelden zich veel volk om het feest der ongezuurde broden te houden in de tweede maand, een zeer grote gemeente. En ze maakten zich op en namen de altaren weg die te Jeruzalem waren. Daartoe namen zij alle rooktuig weg, hetwelk zij in de beek Kidron wierpen. Toen slachten zij het Pascha op de 14e van de tweede maand. En de priesters en de levieten waren beschaamd geworden, hadden zich geheiligd en hadden brandofferen gebracht in het huis des Heren. En zij stonden in hun stand naar hun wijze, naar de wet van Mozes, de man van God. De priesters sprengden het bloed, dat nemende uit de hand van de levieten. Want de menigte was in die gemeente die zich niet geheiligd hadden, en daarom waren de levieten over de slachting van de paaslammeren voor iedereen die niet rein was, om die de Heren te heiligen. De menigte van het volk, velen van Efraïm en Manasse, Issachar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd, maar aten het Pascha, niet gelijk geschreven is. Doch Jehizkia bad voor hen, zeggende: de Heere die goed is, maken verzoening voor die die zijn hele hart gericht heeft om God, de Heere, de God zijn vaderen, te zoeken, hoewel niet naar de reinheid van het heiligdom. En de Heere verhoorde Jehizkia en heelde het volk. Zo hielden de kinderen van Israël, die te Jeruzalem gevonden werden, het feest van de ongezuurde broden 7 dagen met grote blijdschap. De levieten nu en de priesters prezen de Heere dag op dag met sterk luidende instrumenten des Heeren. Tot zover de lezing van dit gedeelte uit Gods woord.
Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen uit 2 Kronieken 30. En daarvan lezen wij het achtste vers, 2 Kronieken 30, vers 8. Verhard nu uw liedernek niet, gelijk uw vaderen. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, het welk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid. En dien de Heer uw God, zo zal de hitte van zijn toren van u afkeren. Schrijf als thema boven de preek, geef de Heere de hand. We hebben drie aandachtspunten. Ten eerste, iedereen geroepen. Ten tweede, wat betekent het? En ten derde, wat heeft het tot gevolg? Geef de Heere de hand. Drie punten, iedereen geroepen. Wat betekent het en wat heeft het tot gevolg? Geliefde gemeente, er was een verjaardag. Karel was jarig en de hele klas mocht komen. Nou, dat gaf grote blijdschap in die klas. Iedereen mocht komen. Wat mooi. Dat zou iets heel bijzonders worden. Nee, toch niet iedereen. Nee, er was één jongen. Kinderen, er was één jongen in de klas die was niet uitgenodigd. Twan. Hij was niet uitgenodigd. Nou, jullie kunnen je misschien wel een beetje indenken hoe dat voor hem gevoeld heeft. Hij stond er buiten. En iedereen praatte erover, maar hij hoorde daar niet bij. Nou, dat vond hij heel moeilijk. Heel verdrietig. Daar huilde hij om. Thuis vertelde hij het tegen zijn ouders. Iedereen mocht komen, maar hij niet. Dat is wat. Stel je toch voor. Nou, zo ging het niet bij Hiskia. In de tijd van Hiskia, nee, de hele Israël en Juda, ook Efraïm en Manasse, zij worden genodigd. Dus dat is opmerkelijk. Niet alleen het tweestammenrijk waar Hiskia regeert, koning is, maar ook het tienstammenrijk, het noordelijke rijk, waar al een wegvoering naar Assyrië heeft plaatsgevonden. Een deel van het volk al in ballingschap is gevoerd. Ook zij, ze worden genoemd met de namen Efraïm en Manasse, ook zij worden genodigd. Hiskia schrijft een brief en er gaan lopers, boden, wij zouden zeggen postboden, gaan door het hele land om die boodschap van de koning, om die aan iedereen bekend te maken. Iedereen wordt genodigd, want Hiskia weet heel goed, ook het tienstammenrijk, ook daarmee heeft God zijn verbond opgericht. En het is zijn grote verlangen dat de dienst van de Heer hersteld zal worden in het hele land. Zowel in Juda als ook in Israël, het tienstammenrijk, ook het tweestammenrijk. En daarom schrijft hij brieven en roept hij iedereen op om te komen. En wat is dan de inhoud van de brief van Hiskia? De inhoud is een oproep om zich te bekeren. Om zich om te keren tot de Heere, naar de Heere toe te keren. Niet langer bij God vandaan te leven. Dus ook een bekering van de afgodendienst. Breken met het dienen van andere goden en de ene ware God gaan dienen. En er staat een belofte bij. Daar is Hiskia diep van overtuigd, vanuit hoe hij de Heere kent. En vanuit het woord van God, zo zal hij zich omkeren naar de weggevoerden. Dus er was een deel van het volk, was nog in Assyrië. En daarin daarin zag Hiskia een oordeel van God. En hij weet om daarin herstel te ontvangen bij God vandaan, is bekering nodig. Een je toekeren naar de Heere. Het is eigenlijk opmerkelijk dat er hetzelfde woord staat voor de oproep om zich te bekeren, zich
toe te keren naar de Heere, zich om te keren tot de Heere. En ook dat de Heere zich dan zal omkeren naar de weggevoerden van het volk om hen terug te brengen. Wat een duidelijke boodschap. Daar kan toch geen verwarring over zijn. Het gaat hier om het herstel van de dienst van de Heere voor heel Israël en Juda. Want ze hadden het Pascha al lang niet gevierd. Er was een verval gekomen. Het kan zo heel geleidelijk binnensluipen in het leven van ons mensen. Dat we slordig worden. Dat je 's morgens je dagboek niet meer open doet. Dat je geen tijd hebt om te bidden of 's avonds. Dat je te moe bent om dat te doen. Dat je je gedachten er niet meer bij hebt. Dat je allerlei dingen hebt die je bezighouden. En dat de dienst van de Heere steeds verder bij je vandaan komt te staan. Ja, je gaat toch wel mee naar de kerk. Het zegt je eigenlijk helemaal niets. En ja, luisteren in de kerk eigenlijk ook niet. Zo zou het kunnen gaan. Zo zou het kunnen gaan bij jonge mensen, bij ouderen. Dan roept de Heere ons vanmorgen om daarin verandering te brengen. Daarin ligt dus een duidelijke verantwoordelijkheid. We komen niet weg met te zeggen, de Heere moet dat doen. En dat zeg je pas als je erachter komt dat je het niet kunt. Dan kom je op je knieën en dan zeg je, Heere, wilt u het doen? Als je erachter komt dat je zo hardnekkig bent. Dat lezen we ook in dit gedeelte. De mensen die mogen niet hardnekkig, dat betekent koppig, ongehoorzaam doorgaan in hun eigen weg. Maar wanneer er in ons leven het verlangen komt om terug te keren naar de Heere, om Hem daadwerkelijk te kennen en te dienen met ons hart, dan komen wij ook allerlei hindernissen daarin tegen. Dat besef ik wel. En dat zien we ook in deze geschiedenis. Dan zijn er allerlei problemen die ineens opdoemen. Dat wil de duivel natuurlijk ook graag. Die wil graag dat wij ons daarin belemmerd voelen. En het uiteindelijk dan maar uit onze handen laten vallen. En toch maar gewoon weer doorgaan in dat oude patroon van leven voor jezelf en zonder God. En wat is dan een probleem dat opdoemt in deze geschiedenis waarover wij lezen? Wel, ze zijn te laat. Het Pascha moet gevierd worden in de eerste maand, op de 14e van de eerste maand. Zo heeft de Heer het voorgeschreven, maar dat redden ze niet meer. Al die mensen moeten nog uit het land naar Jeruzalem toe komen. Die boden moeten nog gaan om hen te roepen. Ze moeten nog verzameld worden. En bovendien, ja, er is ook iets met de priesters. Met de dominee zouden we kunnen zeggen, of met de kerkenraad. De priesters hebben zich niet genoeg geheiligd. Hoe deden de priesters dat dan, zich heiligen? Dat deden zij door allerlei reinigingen of zalvingen, offers brengen en zich zo aan de Heere heiligen, voorbereiden. En dat was een manier, een weg die de Heer had voorgeschreven om de mensen voortdurend toch te laten beseffen hoe heilig God is. Hoe groot en heerlijk God is. En ja, daar was niets van gekomen en dat lukte niet om dat te doen voor de 14e van de eerste maand. En daarom kon het Pascha niet gevierd worden. Maar dan maar niet doen. Dan gaan we niet naar de kerk. Dan gaan we maar door ons eigen patroon. Dan maar geen Pascha vieren. Hebben we toch al zoveel jaren niet gedaan. Nee, dat kan ook niet. Hiskia heeft dat brandende verlangen en hij ziet de noodzaak dat er een terugkeer zal zijn, een reformatie. Hij ziet dat het nodig is om God met het hele hart te dienen. De oordelen van God maken dat meer dan duidelijk. En hij weet het ook uit het woord van God. En dan gaat hij overleggen. Waar een wil is, is een weg. Als je dat nou echt wil. Als je nou echt het verlangen hebt om de Heer met je hart te dienen. Dan gebeurt het ook. Dan zullen belemmeringen je niet kunnen tegenhouden. Dan zoek je de Heer tot je hem gevonden hebt. Toch?
Grijpt u toch wel of niet? Herken jij dat? Hij gaat overleggen met de leiders van het volk. En dan komen ze tot de conclusie dat het dan in de tweede maand, op de 14e van de tweede maand, gehouden moet worden. En daar vonden ze ook iets voor in het woord van God. In nummer 9 staat er geschreven over de situatie dat er mensen onrein zijn. Een dode aangeraakt bijvoorbeeld. En daarom kon het Pascha niet gevierd worden in de eerste maand, op de 14e van de eerste maand. Maar dan mag het, staat in de boeken van Mozes in nummer 9, dan mag het op de 14e van de tweede maand. En dat gebruiken ze. Zie je wel? De Heere geeft een opening om het alsnog te doen. Zo wordt besloten. En Hizkia schrijft de brief en de lopers gaan uit. Met deze boodschap. Iedereen moet komen. Iedereen moet komen naar Jeruzalem. Naar het heiligdom van de Heere. Om het Pascha te houden. Om voor God het Pascha te houden. Dat is een diepe drijfveer. Het gaat daarin om de eer van God. De Heere heeft dat voorgeschreven. Het gaat om gehoorzaamheid aan God. Ja, dat mogen we ook betrekken op het avondmaal, toch? Doen we voor onszelf? Ja, voor versterking van onszelf. Maar we doen het ook voor de Heere, toch? Tot zijn eer. Om daar ootmoedig en nederig te laten zien hoezeer we hem nodig hebben. En hoe goed hij is. Dat hij zijn zoon heeft gegeven om mij uit alle zonde, schuld en nood te verlossen. Dat te belijden. Herkennen we het verlangen van Hizkia. Om voor God Pascha te houden. Zijn eer. Dat is het eerste. Ten tweede, dat de hitte van zijn toren wordt afgekeerd. Dus we zouden kunnen zeggen, ons behoud. Om vanwege de verlossing van het oordeel van God. Pascha wezen op de verlossing uit Egypte. Het avondmaal wijst op de verlossing door het bloed van Christus aan het kruis vergoten. Gods eer, ons behoud. En dat de broederen mogen terugkeren. God zal zich dan keren tot degene die nog daar gevangen zijn in Assyrië en ze zullen terugkeren. Het herstel van de samenleving. Ja, prachtig om daar zo over na te denken. Zo wil de Heere toch nog steeds het staan in zijn dienst zegenen. Zijn eer, ons behoud en tot nut van de samenleving van mensen om ons heen. God roept iedereen tot bekering. Nee, het gaat niet zoals bij die klas aan het begin van de preek. De Heere zegt niet, wend u naar mij toe en wordt behouden, behalve u. Behalve die en die, die mag niet komen. Dat lees ik nergens in de Bijbel. Nergens lees ik dat iemand wordt buitengesloten door de Heere, die zichzelf niet buitensluit, toch? Laten we niet harde gedachten van de Heere hebben. Hij roept ons tot bekering en dan ook tot het avondmaal als versterking van zijn werk in ons leven. De tweede gedachte, wat betekent het? Hizkia schrijft, geef de Heere de hand. Wat bedoelt hij daarmee? Geef de Heere de hand in onze tekst. Verhard nu uw liedernek niet. Dus met andere woorden, wees niet koppig, wees niet ongehoorzaam. Zoals jullie vaders dat gedaan hebben. Wat een aanklacht. Maar geef de Heere de hand. Wat betekent dat? De Heere de hand geven. Hoe kun je nu ooit de Heere de hand geven? God woont in de hemel. Wij kunnen elkaar een hand geven. Kunnen wij de Heere de hand geven? Ja, maar hij is toch ook hier op aarde? Jazeker. Maar hij is de onzichtbare God. Wat betekent het dan dat hier staat, geeft de Heere de hand? En bovendien, God is zo groot en zo heilig. En hoe zou je dat kunnen of durven? Nou, wat doen wij als wij elkaar de hand geven? Dan zit daarin iets van verbondenheid, toch?
Iets van overeenstemming. Iets van trouw, toch? Elkaar ook. Nou, dat is wat de oproep van Hizkia ook wil verwoorden. Geef de Heere de hand. Verbondenheid, verbond. Nou, we hebben dat gelezen de vorige keer, dat Hizkia in zijn hart had om een verbond met de Heere te maken. Nou, dan roept hij als het ware het volk nu toe op om daarin betrokken te zijn. Geef de Heere de hand. En kom tot zijn heiligdom. Nou, daar hoor je al een stukje uitleg in. Geef de Heere de hand, en dat maakt hij concreet door te zeggen, kom tot zijn heiligdom. Kom naar de kerk. Dien de Heere dan ook concreet. Zoals hij het zegt in zijn woord, laat de onderlinge bijeenkomst niet na in het Nieuwe Testament. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. En het tegenovergestelde daarvan, van dus als je de Heere niet de hand geeft, dat is je nek verharden. Dus dat je je trotse hoofd omhoog houdt en niet wil buigen onder God. Niet wil luisteren naar hem. Maar je eigen weg wilt gaan, je eigen zin wilt doen. Je wil handhaven tegenover God. Ja, nee, dat niet. Integendeel, geef de Heere de hand. Dat is niet vanzelfsprekend. Een kind durft het soms niet. Dan kom je op bezoek en dan loopt een kind over de vloer en dan zeg je, krijg ik een hand van je? En dan kruipt hij weg achter de rok van zijn moeder. Kijk nog voorzichtig om het hoekje. Wat die meneer gaat doen in zijn zwarte pak. Maar hij durft niet. Nee. Of volwassenen, die willen het soms niet. Draai je hun hoofd om als iemand tegenkomen. Willen die ander niet de hand geven? Dat kan, hè? En wij, hoe staan wij tegenover de Heere? Geef de Heere de hand. Wat een wonderlijke oproep. Laat er in je hart de toewijding zijn aan de dienst van de Heere. En laat dat dan ook concreet blijken in je leven. Verhard je niet. Ja, jullie vaders, zegt Hizkia, en jullie broederen, die hebben overtreden. En God heeft hen tot verwoesting overgegeven. Beseffen wij dat? De ernst van het leven zonder God. Beseffen wij dat dan het oordeel dat de Heer Jezus heeft gedragen, plaatsvervangend, dat zullen wij moeten dragen? De hitte van Gods toren, die brandt tegen de zonde. Zij buiten God doorleven. En dat oordeel, dat kunnen we niet dragen. Dat is ondraaglijk. Dan kun je toch niet een vrijblijvende toeschouwer zijn? Nee, nee, je bent nooit vrijblijvend daarin. Een schuld voor God. Als we niet van harte hem willen dienen. Dat mogen we ook als schuld belijden voor God. En daar wil hij ons van verlossen. Ja, ze hadden het Pascha lang niet gehouden. Wat een aanklacht voor de priesters. Wat een aanklacht voor het volk. Ze hadden zich laten meevoeren met een goddeloze koning. Wat worden mensen makkelijk meegevoerd met de omgeving, met mensen om hen heen. Wij zijn niet beter. We hebben altijd weer reden ons daarin te verootmoedigen en ons voor God neer te buigen en te zeggen, Heere, houd u mij vast en leid mij in uw weg. Ja, en dan is er nog wat. Dan zijn er mensen die hebben zich niet gereinigd. En we komen bij onze derde gedachte, wat heeft het tot gevolg? En dus de mensen komen en ze komen naar Jeruzalem om het Pascha te houden. Nou, wat opvalt is dat in het Tienstammenrijk, daar worden de lopers, de boden worden bespot.
Ze worden uitgelachen. Dus de welmenende oproep van de koning, die wordt spottend afgewezen. En zo kan het gaan, ook met het evangelie. Daar wordt om gelachen. Mensen willen niet komen. Maar er staat, sommigen verootmoedigen zich. Dat doet de Heere. God zorgt voor vrucht. We lezen dat ook in het Johannesevangelie. Hij is gekomen, de Heer Jezus is gekomen tot het zijne. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar die hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Dat doet God. Handelingen, als Paulus in Athene staat te preken, als hij dan spreekt over de opstanding en de oordeelsdag die komen, dan spotten mensen daarmee. Maar er staat ook bij, en sommigen geloofden. God zorgt dat zijn woord vrucht draagt, ook vandaag nog. En dat lezen we ook in dit gedeelte, vers 12. Ook was de hand Gods in Juda hun enelei hart gevende. God zorgt ervoor dat er in Juda, het tweestammenrijk, een grote eensgezindheid is om de Heere te dienen. Eigenlijk heel mooi, onze tekst zegt, geef de Heere de hand. Dat is de oproep. En dan lezen we in vers 12, ook was de hand van God in Juda om hun enelei hart te geven. Grote eensgezindheid. Geweldig, zo gaat het eigenlijk. Hè? Die twee kanten, de oproep en dan is de Heere daarin bezig. Zijn hand is aan het werk. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. God doet daar een krachtig werk in Juda. Er komt een grote menigte in Jeruzalem. Een opwekking in de tijd van Hiskia, een reformatie. Het zet door, de reformatie zet door, de afgodsaltaren worden weggedaan uit Jeruzalem. Maar dat is goed, hè? Dus niet alleen stoppen met de afgoden te dienen, maar ook de plaatsen waar de afgoden gediend worden, die moeten weg. De hoogten, de bossen, zodat de gelegenheid ook wordt weggenomen. Niet alleen stoppen met het dienen van de zonde, maar ook de gelegenheid zoveel mogelijk wegnemen uit ons leven. Ons huis opruimen, weg met rommel die staat tussen God en onze ziel, die de dienst van de Heere belemmert in ons leven. Maar er zijn de mensen die gekomen, vooral uit het Noordenrijk, uit het tienstamrijk, en die hebben zich niet geheiligd, niet gereinigd. Mogelijk geen tijd gehad daarvoor, geen gelegenheid. En dan mogen ze toch niet het Pascha vieren, want dat staat in de boeken van Mozes. En dan toch weert Hiskia hen niet. Ze eten ook, ze vieren ook dat Pascha, ze houden het Pascha. Maar wat doet Hiskia wel? Hij bidt tot de Heere. Hij vraagt dat God verzoening zal doen. We zouden kunnen zeggen, in die grote reformatie gaan ook dingen mis. Maar wat doet Hiskia? Hij roept tot God en hij vraagt om genade en vergeving. En dan wijst hij erop. Dan zegt hij dat zij zich met hun hele hart gericht hebben om God de Heere te zoeken. De Heere doet toch verzoening over deze mensen die niet geheiligd, gereinigd waren. Want Heer, u weet toch dat ze met hun hart zich op u gericht hebben. Dus Hiskia die beseft heel goed, de Heere ziet het hart aan. En daarin zijn ze volkomen gericht op de Heere. Hoewel niet naar de reinheid van het heiligdom. Toch nog zoveel gebreken in die situatie. En dan hoort de Heere. Dat wist Hiskia ook wel. Want hij zegt in vers 18, de Heere die goed is, maken verzoening voor die. De Heere die goed is. Zo kent Hiskia de Heere. En de Heere hoorde Hiskia.
En hij heelde het volk. Moet je dan letterlijk denken aan misschien ziekte die was gekomen als straf voor het feit dat sommigen niet zich gereinigd hadden zoals het behoorde. We zouden veel meer, denk ik, ook moeten denken aan geestelijk. Hij heelt het volk. De Heere hoort het gebed en het volk wordt geestelijk geheeld. De dienst van de Heere wordt hersteld. Natuurlijk, er zijn ook voorbeelden dat de Heere ook lichamelijk geneest. En dat kan hij ook. Hij is machtig dat te doen, ook vandaag. Zeker, laten we nooit te klein van de Heere denken. Maar hoe bijzonder als we ook een geestelijk herstel mogen zien. En dan komt er grote blijdschap. Grote vreugde. Een opwekking. Het Pascha wordt weer gevierd. Gemeente, we mogen de lijn doortrekken naar vandaag. Want wij lezen in 1 Korinthe 5, vers 7 en 8. Daar schrijft de apostel Paulus, want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Namelijk Christus. Zo laat ons feest houden. Niet in de oude zuurdesem. Dat betekent niet in de zonde. Nog in de zuurdesem van de kwaadheid en boosheid. Pascha is geslacht, Christus. Vandaag mogen wij het vieren, ter gedachtenis aan Hem. En de Heer roept geen volmaakte mensen. Hij roept zondaren te belijden het offer van zijn Zoon als het rustpunt voor uw hart. Daarin wordt de Heer geëerd. Daarin ligt het behoud voor uw ziel. Dat zal tot zegen zijn voor de samenleving. Amen. Gemeente, we gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Psalm 40, vers 5. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Psalm 40, vers 5.